De regering is serieus bezig met het uitvoeren van het Kalinja en Lekone vonnis. Dit deelde RO-minister Edgar Dikan gisteren mee aan het parlement. Dit vonnis is in 2015 gewezen door het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten. De staat Suriname werd verplicht om de grondenrechten van tribale volkeren en groepen die in stamverband leven te erkennen. Het nakomen van de financiële verplichtingen aan deze groepen behoort ook tot dit vonnis. Dikan zegt dat de regering al begonnen is met het proces van uitbetalen. De betaling aan de drie organisaties zijn reeds in proces. De status hiervan is dat de betaling aan Fitch en Klim reeds de goedkeuring heeft van de RVM, die 20 oktober 2016, en de middelen moeten nog worden vrijgegeven door het ministerie van Financiën. De betaling aan de vertegenwoordigers van de Kalinja en Lekone en FPP, Forest People Program, behoeven nog goedkeuring van de RVM. Het ministerie zal in overleg met de FIS en andere belanghebbenden overgaan tot het instellen van het Gemeenschap Ontwikkelingsfonds. Als startbedrag zal US$250.000 van de US$1 miljoen worden gestort. De bedoeling is dat elk jaar het fonds wordt aangevuld met US$250.000. Dat heeft allemaal te maken dat we weten dat het fonds, dat men niet direct al de middelen zal gebruiken, maar dat er een opstartfase zal zijn. Dikan merkte verder op dat er ook vanuit het parlement ondersteuning wordt gegeven aan de uitvoering van dit vonnis. De bewindsman gaf aan wat de huidige status is. Het Samaka-vonnis is voor het grootste deel reeds uitgevoerd. Slechts de wetgeving met betrekking tot de collectieve rechten moet nog in orde worden gemaakt. Momenteel zijn er twee presidentiële commissies bezig dialoog te voeren met de inheemse en de Afro-Surinamers binnenland om te komen tot het samenstellen van een gezamenlijke verklaring en een stappenplan. Heel binnenkort zal dat gebeuren. De uitkomst van de dialoog tussen de overheid en het traditioneel gezag van beide gemeenschappen zal positief bijdragen aan het concipiëren en aannemen van wetgeving die deze gemeenschappen de zekerheid en garantie zal bieden dat de grondrechten nationaal worden erkend en gerespecteerd. RO-minister Edgar Dikan. Hij informeerde het parlement gisteren over het Kalinja en Lekone vonnis.